Genesis hoofdstuk 5. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, en hij zegende hen en noemde hen mens. Ten dagen dat zij geschapen werden, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Seth. En de dagen van Adam nadat hij Seth verwekt had, waren 800 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij geleefd heeft 930 jaar en hij stierf. Toen Seth 105 jaar geleefd had, verwekte hij Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar. En hij stierf. Toen Enos 90 jaar geleefd had, verwekte hij Kenan. Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. Toen Kenan 70 jaar geleefd had, verwekte hij Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel verwekt had 140 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. Toen Mahalalel 65 jaar geleefd had, verwekte hij Jared. En Mahalalel leefde nadat hij Jared verwekt had 830 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaar en hij stierf. Toen Jared 62 jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. En Jared leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jared 962 jaar en hij stierf. Toen hij nog 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En hij nog wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van hij nog 365 jaar. En hij nog wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Toen Methuselah 187 jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar. En hij stierf. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en gaf hem de naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op de aardbodem die de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach Shem, Sham en Jafet.